Die ben ik helemaal niet voor ingevoerd. Goed, mannen, we gaan vandaag de fighttest afnemen. De fysieke gereedheid. Fysieke inzetgereedheidstest. Ja, dat wou ik zeggen. Daarin bootsen we de werkzaamheden van de infanterie na. We beginnen met een naderingsmars van 5 kilometer, waarbij we met bepakking van 30 kilo lopen. Vervolgens start het echte fysieke gedeelte van de test. Hier ben ik helemaal niet voor ingehuurd. Je kan hier dus nog kogelwerende plaat in hebben. Ja, ja, dan komt er nog 10 kilo bovenop. Ja, dan komt nog 10 kilo bovenop. En dan alle militaire acties met die platen erin moeten doen. En moeten kunnen doen. Ja, het lag een gaatje snel hierbij. JJ, deze hebben we gedaan. We hebben nu een vuurdekking gebouwd. Ja. Dus als je in een gebied zit en je moet schuilen en je wilt dekking, daarvoor bouwen we dit. Oké. Ja, we gaan door. Kom. We gaan door. Vijf klikken lopen, even met die zandzak sjouwen en nou tactisch voorwaarts. Hoe voelt het? Ja, ik kom zo meteen met tactisch voorwaarts mijn lichaam uit. Ja. Zo, die helm! Ja. Nice. Nice. Even rust, ja, waarom doen we dit? Optreden voor stedelijk gebied, ja. Oorlogsvoering in steden, over muurtjes, op daken, hoogtevrij zijn, om dekking te zoeken. Ja. Terwijl je ook nog vol met verpakking loopt. Die helm maakt alweer alles verschil, joh. Hé, hey, omhangen. Ja. Ja, we gaan, kom aan, spring. Oké, mannen, kom uit het stedelijk gebied, we hebben een slachtoffer. Slachtoffer pakken we vast. Twee handen, beginnen te slepen. Tot het volgende vlaggetje. Ja. Komen we weer contact tegen, hij moet terug voorbij dit vlaggetje. Ja, let's go, sleep hem weg hier die gewonden. Kom aan, hier weg, steek, kom aan, tempo erop. Pas. Oké, even wapen afhangen, even helm af. Goed voor jezelf zorgen, dat hoort ook bij jezelf inzetbaar houden. We moeten nou even ventileren. We hebben net eigenlijk nagebootst dat we aan het terugtrekken zijn, zeg maar, vanuit een gevecht. Ja, de volgende actie wordt nou twee coördinaten prikken om uiteindelijk bij ons eindpunt, pick-up point, te komen, waar we opgehaald worden. En dan sta ik op een kruising in een bosgebiedje in de buurt van Almelo. Moeten we daarheen? Ja, daar moeten we heen. Nee. Nee, het is eindetest. Het is eindetest. Je hebt net van alles gedaan. Je hebt geramd, gebeukt. Ja. Je hebt eigenlijk, dat klinkt heel raar, maar je verstand op nul gezet. Ja. Je bent gewoon vol gas gegaan. Je hebt alles gedaan wat je opgedragen wordt. En dan ineens liggen die kaarten daar en moet je een soort van laserfocus hebben. Moet je eigenlijk precies weten wat je aan het doen bent. Ja. En dan is het alles behalve verstand op nul. Want die ene kleine fout die jij kan maken. Ja, die kan cruciaal zijn. Die kan cruciaal zijn. Ja, ja. En dat is ook hetgeen waarvoor we trainen. Dus in bizarre of extreme omstandigheid. Ja. Toch nog scherp kunnen zijn. Dat we nog even zaken kunnen doen op de kaart. En dat we dan weer door kunnen.
Ja, mag ik jullie bedanken? Ja, jij bedankt. Ja. Ja, super. Dankjewel. Ja, het vond echt, ik heb zoveel geleerd. Ja. Het is leuk om, zoals jij het zegt, ook out of your comfortzone te stappen. Om nieuwe dingen op te zoeken. Om met jullie te trainen. En ik wil eigenlijk ook voor jullie weten, wat vonden jullie van mijn prestaties? Wees gewoon eerlijk in de comments. Geen enkel probleem. Laat even een like achter. Vergeet niet te abonneren. Ja, en dan mag ik jullie bedanken, Helden. Ja, jij bedankt voor het meetrainen. En ik hoop jullie de volgende keer weer te zien bij de volgende Military Workout.